Yo mensen van CodsCraft.nl, en we gaan vandaag een nieuwe survival craft doen. En dan gaan we gewoon weer lekker even hakken, hout hakken, omdat ik mijn tweede verdieping wil van mijn huis. En trouwens, ik ga even mijn huis laten een kleine sneak peek geven. Dit had ik al eerst, dit stukje met hout. Muziek helemaal uitzetten. Zo. En ik heb een loungeplek gemaakt. Met dit. En dan is dit mijn eindplek waar ik altijd ga eindigen dan. En dan zie je daar staan Survivalcraft. CodsCraft.nl. Abonneer, like en reageer. En daar ga ik dan altijd eindigen. En dan zie je op bergplek. En dan trap omhoog. Ik heb het even dicht gebouwd, omdat het in het nacht was. Ik was vergeten, want ik had bij de vorige wereld waar ik speelde, had ik een ding op Ardent. En dus toen kwam ik zo omhoog. Zo. Het gebeurde zo, ik liep zo omhoog en het was nacht. En toen ging ik zo en toen kwamen er opeens tienduizenden zombies. En nee, niet zombies, spiders die hier zijn opgevlogen. Nou, opgeklommen. En toen ging ik dus dood. Dus daarom is mijn armor ook een beetje kapot. Dus daarom heb ik het dichtgebouwd. En ondertussen is het alweer dag. Maar ik wou een beetje hout gaan hakken. En dus net zoals alle andere video's, eigenlijk wordt het niet echt een hele leuke hele leuke video eigenlijk. Want jullie zien nu alleen maar dat ik aan het hakken ben en bouwen. Dus daarom weet ik ook niet heel erg goed wat ik dan nu al kan doen. Want minen, dat vinden jullie ook niet leuk. En het is een survival ding, dus ik kan niet, dus je kan ook niet iets met iemand anders gaan doen. Dus dat is wel jammer, maar dan zien jullie ook dus heel erg weinig. Nou, heel erg leuk, echt leuke dingen of zo. Maar dan zien jullie dus eigenlijk heel vaak alleen maar hout hakken, mijnen, huisjes bouwen, weet ik wel wat, alles bouwen. Dus dat lijkt me eigenlijk helemaal niet leuk voor jullie. Dus daarom kunnen jullie gewoon in de reacties zetten of jullie wat weten wat ik dan kan gaan doen in deze serie. En dan wie weet doe ik dat dan. En ik heb net ook nog gevochten en dingen, dus daarom moet ik ook heel snel eten vinden. Separate.
daarvoor. Want daar. Ik was met allemaal dingen bezig en ik vergat het. En dan de andere keer had ik er weer geen zin in. En dan was ik aan het bedenken van ja, ik heb heel weinig series en daarom upload ik heel erg weinig. Want dan heb ik aan de ene kant weer helemaal geen zin in Survive te uploaden. En dan denk ik, ja, speedrun. Daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. En dan er is heel weinig uploaden. Dus ik vind dat je gewoon elke keer gewoon zin hebt om iets te uploaden. Zoveel series heb je. Dat vind ik dan. En daarom ben ik series gaan doen. Dat is ook heel leuk. De laatste tijd dat ik het ook heel erg fijn uploaden. Dat het je stem hoort. Kapot. En als dat niet zo is, ja, dat weet ik niet. Maar oh nee, ik moet nog even ironhakken. Anders weet ik niet waarom niet upload. Maar ik wist volgens mij, hij upload niet meer omdat hij geen zin heeft. Want hij wil wel volgens mij uploaden, alleen er is wel iets met het filmprogramma, dacht ik. En volgens mij is dit de verkeerde mijn. Wel, is het wel de goede. Oh nee, er was maar één mijn. Hier nog? Nee. Ja. Hier zit er wel nog zelf links. Nee, deze heb ik nog nooit gezien. Ja, Iron. Oh, ik zie het echt niet goed of er nou meer zit of niet. Maar ik had er eigenlijk maar eentje nodig, dus. Nou, ik ga niet in minen. Zo. En ga ik weer even dat lekkere rotte vlees eten. En dan ga ik ondertussen even zitten. En zoals jullie zien heb ik een nieuwe skin. Want hoe is het nou? Ik was eerst Lioord. Wel, zou ik worden als de Kingdom Server klaar zou zijn. Maar dat vond ik eigenlijk niet meer zo leuk. Dus daarom ging ik wel Kinava zijn. En ik zie dat er iets niet klopt bij me. Kijk, daar. Ja, ik kan het jullie natuurlijk niet aanwijzen. Maar op mijn doek voor mijn mond is het. Dus dat ga ik nog even werken. En dan word ik waarschijnlijk in af als de Kingdom Server klaar is. En dan
Dan zien jullie van plaats Lior, zien jullie dan. Maak je ook weer een ex dan? Oh, dat serieus, dan had ik wel genoeg daarnet al. Hopelijk komen er geen creepers of zo. Ik zag net wel hier een creeper. Nou, voor de opname, maar ik denk dat ik nog een paar boompjes ga hakken. Want er zijn ook helemaal niet meer zoveel boompjes. Bomen. Oh nee. Zien jullie? Nee. Ik kan ze niet alle twee aan. Ik kan die twee heksen. Drie heksen. Ik wil eigenlijk een bed hebben. Een bed. Oh, daar zijn nog meer schapen. En dan ga ik denk ik, als ik bed heb gemaakt, dan ga ik denk ik stoppen met deze video. Anders wordt de video weer te lang. En dat wil ik eigenlijk ook weer niet. En ga ik even wat proberen. Nee. Zo. Wacht. Nee. Wat? Fuck. Knel. Holy damn. Opeens zomaar een creeper. Ik moet echt snel beginnen met een bed, maar nee. Weg. Weg, 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 weg. Jezus. Kan ik zeker dit weer niet slopen? En dan. Ik vind het altijd zo vervelend dat je veel minder hout krijgt dan dat de creeper heeft laten ontploffen. Dat vind ik zo vervelend, want nu heb je zo'n heel groot stuk. Dat is dan helemaal weg. En dan krijg je maar een paar van die blokken. Kan ik jou slaan? Want jij kan mij wel zo slaan. Zo. En dan zal ik een bed maken. Oh nee, je moet natuurlijk 3. Shit. Dan moet ik echt heel erg snel zijn met zo'n schaap vermoorden. Nee. Oh mijn god, ik ben bijna dood. Nee, nee, nee. Oh nee. Net op tijd. Yeah.
Phew. Dat was echt net op tijd. En een wet. Ga. Ik weet niet of ik hier dood ga als ik zo... Wat gebeurt er dan? Nee, dat kan dus niet. Zou ik dan naast mijn lounge... Ja, ik ga voorlopig gewoon naast mijn loungeplek slapen. En dan... zeg ik... wat ik aan het begin van de video zei. Dan ga ik hier eindigen. En dan zeg ik... Later mensen. En abonneer, like en reageer mensen. Later.